Nou Hans, goedemiddag. We zijn aan het einde van de woensdagmiddag. We begonnen vanmorgen met de mini-tour. En nou, dat was één groot feest. Dat blijft altijd leuk inderdaad. En vooral als je de 4, 5, 6-jarige hebt, dat is helemaal geweldig. Leuke groepjes van 10, 15 personen. Dat is zo leuk om daar aan te kijken. Ja, en dan hoorde ik van de organisatie van de mini-tour dat volgend jaar de mini-tour door de hele week georganiseerd wordt. En de Tour de Junior alleen op woensdag, want ze hebben meer inschrijvingen dan bij de Tour de Junior. Ik begrijp je. Ja, dat is allemaal duidelijk. Het werd al naar mijn hoofd geslingerd inderdaad. Dan hadden we vanmiddag een hele enerverende koers, maar die begon eerst bij natuurlijk de categorie 5 en 6. En wat heb je daarover te vertellen? Nou, eigenlijk niet zoveel. Het was eigenlijk een tamme wedstrijd, er gebeurde eigenlijk niets en het is op een massasprint uitgekomen. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ja, zo kan het ook. Hè? Blijkbaar is dat rijden dus niet iedere dag echt aan de orde. Soms kijken ze gewoon een beetje de kat uit de boom, wandeletappen dus. Inderdaad, nou ja, kijk, en zeker voor die jonge lui is het toch een hele week is het zwaar op de laatste. En misschien hebben ze wel even rustdag ingepland. Het begon ook een beetje tam, maar op een gegeven moment reden toch vier personen weg. En die bleven een behoorlijke tijd voor, sloten nog twee personen aan. Nou, het zag er heel goed uit, maar toch nog in de massasprint geëindigd. Ja, dus toch weer een massasprint. We zien graag ontsnappingen, maar ja, als het er niet in zit, zit het er gewoon niet in. Nee, dat klopt. Want ja, en zeker voor een klassieker, als dan op de Lepeerse weg wat wind staat, dat maakt het net even iets spannender. En tot slot hadden we wel een echte spektakel, maar ja, daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Gewoon een koers die niet hoort te lopen, of niet verloopt zoals die hoort te lopen. Stilgelegd, toen weer om, wegens een ongeval, hè? Nou, inderdaad. Ja, we begonnen aan een wedstrijd. Nieuwelingen zijn altijd actief. Leuke snelheid. Er gebeurde van alles. Totdat op een gegeven moment twee motoren elkaar geraakt hebben en over de weg lagen. Dus wij moesten de wedstrijd stilleggen. Toen zijn we na loop van tijd weer verder gegaan. Volgende ronde stond de ambulance er. Moesten we weer wachten. En toen mochten we van de politie er niet meer overheen. Dus. Hans, nou waren er bij het ongeval twee motoragenten betrokken. Eén was het wat ernstiger mee, maar die is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Maar het schijnt eigenlijk mee te vallen. Hè? Alleen letsel aan zijn linker onderbeen. Ja, inderdaad. En hij was op dat moment ook aanspreekbaar. Dus ze gaan het verder onderzoeken en dan horen we het nog wel. Ja, nou heb ik begrepen dat dus de koers uiteindelijk wel weer hervat is. En in Achterveld werd gewoon een sprint gedaan. En die werd ook eigenlijk spectaculair afgesloten. Nou, dat is waar. Ja, we zijn omgedraaid op advies van de politie en een samenspraak met ons. En het rondje in tegenovergestelde richting afgemaakt. En toch nog op de normale manier een wedstrijd van gemaakt eigenlijk. Nou, we gaan hopen dat het voor de rest van de week allemaal zonder kleerscheur gaat verlopen. Bedankt. Ja. Oké, prima. Tot morgen.